onderwijswetenschap gaan studeren aan de UvA, omdat ik het heel leuk vind om na te denken over hoe mensen leren en wat verschillende leermethodes zijn. Je behandelt eigenlijk allerlei soorten vraagstukken rondom het onderwijs. Dus het kan gaan van wat voor soorten onderwijsvormen zijn er, tot hoe werkt onderwijsbeleid, maar ook meer onderwijssociologische vraagstukken, zoals de vraag waarom er bijvoorbeeld veel meer jongens de wettentechniek kant op gaan dan meisjes. Wat leuk is aan onderwijswetenschap is dat het een hele kleine opleiding is. Dus je kent echt iedereen. Als er iemand niet bij is, dan merk je dat ook op. Of als je er zelf niet bij bent, dan vragen mensen ook, oh, waar was je? En dat is wel echt heel leuk. De manier waarop je les krijgt is wel heel zelfstandig. Dus ik denk dat je ongeveer per blok 2 vakken hebt. Waarbij je dus per vak ongeveer 2 tot 3 keer in de week college hebt. En de rest is echt wel voornamelijk zelfstudie. In het eerste jaar heb je nog wel ook werkcolleges. En dan ga je ook met je medestudenten aan projecten werken of bepaalde vraagstukken behandelen. Onderwijswetenschappen bestudeert hoe leren van mensen in het algemeen, dus niet alleen kinderen, maar ook volwassenen, werkt en hoe je dat het best kan organiseren. Het is een hele brede opleiding die gebruik maakt van andere wetenschappen zoals psychologie en sociologie om na te denken over hoe je dat onderwijs dan het best kan organiseren. Wat vaak gedacht wordt over onderwijswetenschappen is dat je er een leraar mee wordt. Nou, dat is niet zo. Je komt niet voor de klas terecht. En een andere opvatting die mensen vaak hebben is dat je je vooral met scholen bezighoudt. Dat is ook niet zo. Je bent als onderwijswetenschapper bezig met leren, zowel binnen school, maar ook daarbuiten in bijvoorbeeld werksituaties. De maatschappelijke relevantie van deze opleiding ligt in het feit dat onderwijs eigenlijk continu aan het veranderen is. Bijvoorbeeld doordat de samenleving steeds diverser wordt, maar ook omdat er de hele tijd technologische ontwikkelingen zijn waar het onderwijs op moet voorbereiden, maar ook moet gebruiken in hoe onderwijs gegeven wordt. Omdat de maatschappij zo snel verandert, is het onderwijs eigenlijk ook de hele tijd in verandering. Daar moet mee meegegaan worden en daar moeten dus mensen over blijven nadenken. En dat nadenken, dat leer je bij onderwijswetenschappen. Ik werk als onderwijskundige bij Manpower Group. Manpower Group is de HR-dienstverleners. We bieden heel veel verschillende diensten aan. Maar ik ben verantwoordelijk voor het opleiden van de vaste medewerkers. Dus die echt in dienst zijn bij Manpower Group. Ik ben hier terechtgekomen omdat ik een stage had die eigenlijk een beetje over hetzelfde onderwerp ging. Ik heb bij Deltaloid stage gelopen en daar e-learnings ontwikkeld. En toen ik op zoek ging naar een baan, vond ik hier een vacature die eigenlijk hetzelfde vroeg. Dus dat sloot mooi aan op wat ik al gedaan had. Ik merk dat ik nu nog heel veel profijt heb aan mijn studie, doordat ik gewend ben om informatie te structureren. En dat is eigenlijk de basis van wat ik doe. Mensen helpen ingewikkelde materie zo simpel mogelijk te maken. En we hebben heel veel geleerd in de studie over hoe mensen leren en dat voorkennis en context belangrijk is. En dat is het voornaamste wat ik ook nu probeer toe te passen. Als onderwijswetenschapper ben je verzekerd van een baan. Uit meerdere landelijke onderzoeken en onderzoeken van universiteiten die een opleiding onderwijswetenschappen aanbieden, blijkt dat onderwijswetenschappers na hun afstuderen nagenoeg allemaal binnen een half jaar een baan vinden. Je hebt veel mensen die verstand hebben van hoe leren werkt en hoe je dat het best kan organiseren. Leraren, schoolleiders, politici. Maar je hebt ook mensen nodig die vanaf een afstandje en op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten meedenken over hoe je onderwijs het best kan organiseren. En dat doen onderwijswetenschappers. Als je meer wilt leren over hoe mensen leren, in de breedste zin van het woord, dus niet alleen via de basisschool, maar ook middelbare school, universiteit, HBO, maar ook in het bedrijfsleven, dan is onderwijswetenschappen zeker een goede keus.